Alfred, Kevin, allereerst hartelijk dank dat we hier aanwezig mogen zijn bij een puur familiebedrijf. Tweede generatie, jullie ouders hebben het 25 jaar geleden opgericht. Ja, en ik vraag me dan altijd af, stonden jullie vroeger de bedrijfswagens van Paal helemaal te soppen, Kevin? Nee. Ik heb de paplabel in. Nee, ik doe het al bijna 20 jaar. Dus eigenlijk ben ik er gelijk zo wat ingestapt. Dus ik ben op mijn 17e begonnen en Dus ik weet niet beter. En jij, Wilfred? Nee, ik ben ook eens mijn eigen weg op gegaan en door omstandigheden ben ik eigenlijk in de zaak gekomen. Ja. En wat doe jij vandaag hier dan? Wat is jullie rolverdeling? Nou, ik doe vooral administratie. Ik stuur de dames aan die zeg maar, het interieuronderhoud uitvoeren bij de bedrijven waar wij werkzaam zijn. Okay. En de administratie, facturen, ja, eigenlijk alle rompslompen. Planning, ja. Want er loopt ongeveer een clubje van 25 mensen tegenwoordig, geloof ik. Ja. Dus dat moet een aardige planning en iemand bovenop zitten. Ja. Ja, maar ik doe vooral de planning voor de dames, zeg maar het vaste kantooronderhoud. En Kevin doet er wel een beetje met mij, maar vooral zelf, de echte dagploeg aansturen. Oké. Okay. Ja. Want jij bent vooral ook heel veel buiten, geloof ik. Hè? Je staat vaak zelf op de stijger, zeg maar. Hè? Ja, zeker. Dus, van 7 tot 4 ben ik sowieso buiten eigenlijk bezig. En daarna is mijn kantoor taak. Hoe is dat om als broers te ondernemen, Wilfred? Ja, het is soms wel eens lastig geweest, zeker in het begin. We zijn jong begonnen, dus dan krijgen we al wat weerstand van personeel die wat ouder is. Maar ook samen moet je ook ontdekken van wat kan de een, wat kan de ander. En dan probeer je toch elkaar een beetje, ja, het is wel één bedrijf, maar soms laat je toch dingen door hem doen. En doe ik dingen. En dat bespreek je dan weer. Uiteindelijk maak ik elkaar alleen maar sterker. Ja, ja je daarin. Doet het ook wel aan. Ja. Dat geloof ik ook. Ja. Ik ken je al een paar jaar. En dat geloof ik zeer zeker. 25-jarig jubileum dit jaar. 1993 begonnen. Als je dan naar de toekomst kijkt, jullie hebben iemand aangenomen speciaal voor bedrijfsvloeren. Hè? Dat is een nou, niet zozeer bedrijfsvloeren. Het is aan zich, het kan bij particulieren of bedrijven. En dan praat je over tapijt, linoleum, even harde vloeren, tegels, natuursteen. Kijk, natuursteen legt vaak niet zo snel bij bedrijven, maar wel bij particulieren. Dus en eigenlijk daar kunnen we allemaal. En daar zien jullie nog kans in om flink in te groeien of een markt te bedienen. Ja, ja. Zeker. Ja. Want jullie zijn geen typisch schoonmaakbedrijf. Jullie heet ook niet voor niks schoonmaakservice. Wilfred, hoe zit dat? Kwaliteit staat voorop. We werken gewoon met dames die weten van wanten. Die hebben wat ervaring ook vanuit thuis. Ja. Dus ja, dus daar begint het al mee. We komen ergens binnen om dit deur schoon te maken. Ja, en daar vanuit groeien we ook weer om dus meerdere dingen te doen. De vloeren of gevelreiniging. En ook vanuit bedrijven gaan we ook vaak naar de eigenaren zelf weer. We moeten gewoon tevreden zijn over de kwaliteit en de diensten. Die bedrijven, hè, we zijn onder namen lopen qua, dus we richten ons vooral op de bedrijven. Maar wat voor soort bedrijven werken jullie voor en wat doen jullie daarvoor? Klein-middenbedrijven voornamelijk werken we voor. En dat is ons segment waar we ons op richten. De grote jongens, dan moet je gelijk bij zo'n 10 personen op een kantoor zetten. Ja, we hebben er 25, dus dat werkt niet. Vloerreiniging, vloer, het complete alles. Pakket eigenlijk. Ja. Okay. Dan een kleine blik op de toekomst. 25 jaar vooruit, 50-jarig jubileum. Staan we hier dan nog? Of is er dan een derde generatie De Jong aanwezig? Nou, dat gaan we nog wel bezien. Ik heb de vrijheid gekregen toen mijn vader voor Cel begon. En dat laat ik ook straks aan mijn kinderen de vrijheid van. Willen ze erin, dan kunnen we er altijd naar kijken. En zo niet, dan niet. Kevin? Ja, idem dito. Ik zie het wel of mijn neefje of nichtje dat wil of niet. Ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. Ja, graag gedaan. En ik wens jullie alle succes natuurlijk in de toekomst. Gaat goed komen.